Jongeren moeten een stem hebben bij het maken van beleid rond realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen. Dit was de rode draad tijdens het derde gehouden Nationaal Congres in verband met Internationale Dag van de Jeugd 12 augustus. Het congres was een initiatief van de organisatie iSpeak in samenwerking met het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken en UNICEF. Minister Stephen McAndrew en Mitesh Bagu, waarnemend directeur van het Nationaal Jeugdinstituut NJI, zijn het met elkaar eens dat jeugdparticipatie een belangrijk element is bij het leggen van een goed fundament voor de toekomst. Participatie is heel cruciaal, omdat daarmee ook jongeren worden klaargestoomd om over te nemen. Maar nog veel belangrijker, jeugdparticipatie is cruciaal, omdat jongeren ons moeten zeggen hoe zij oplossingen zien voor de issues die ze bezighouden. Hiertoe wensen wij een sterke ethische basis te leggen bij onze jeugdleiders ter voorbereiding van toekomstige bestuurlijke en maatschappelijke verantwoordelijkheden die zij op zich zullen moeten nemen om het land naar verdere hoogte te tillen. Wij gaan voor empowerment van de Surinaamse jeugd. Echter is empowerment een tweerichtingsverkeer. Het vereist een wisselwerking tussen de jeugd en de rest van de samenleving. Het vereist een interactie waarbij naar elkaar wordt geluisterd en naar elkaar wordt tegemoet gekomen. Voor Meredith Kelebi Misijan, voorzitter van iSpeak, herinnert deze gelegenheid ons aan de kracht, potentie en creativiteit die elke jeugdige bezit. Voor de toekomst betekent dit de vorming van waardige potentiële leiders. Terwijl we hier zijn, onder het vaandel van dit jongerencongres, erkennen we de uitdagingen die we tegenkomen in een snel veranderende wereld. Klimaatverandering, onderwijshervorming, mentale gezondheid, gelijkheid en tal van andere dringende kwesties eisen onze aandacht en betrokkenheid op. Dit congres gaat niet alleen over het bespreken van problemen, maar over het delen van innovatieve ideeën, het smeden van samenwerkingen en het ontsteken van een vonk van inspiratie die ons in doelgerichte actie voortstuwt. Vandaag staan we op het kruispunt van mogelijkheden. Onze diverse achtergronden, ervaringen en perspectieven zijn onze grootste troeven die ons in staat stellen om complexe problemen met frisse blik en creatieve oplossingen te benaderen. Dit congres biedt ons een platform om onze stemmen te breken, deel te nemen aan open dialogen en gemeenschappelijke grond te vinden die tastbare impact kan voortbrengen. Het ministerie van AWJ zal de aangedragen jeugdproblemen meenemen, zodat kan worden gewerkt aan structurele oplossingen. De avond werd afgesloten met een gezond debat over verschillende jeugdproblemen.